Sijbrand Maal, de Belgisch kampioen, haalt ook in Nederland de finale tafel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Het is ongelooflijk. Je staat met een papiertje in je hand. 2-15, ja, die Joep van der Bijgaard, die was echt aan het stampen. Is dat lastig als je... Ik had gewoon geen hand. Je moet kunnen schakelen. En ik ging nu... Ik heb gewoon laf gespeeld. Gewoon een beetje stabiel gebleven. Het is lastig als Joep naast je zit, race. Je krijgt geen enkele hand. Maar ik heb flink kunnen stelen. Hè, ze nu dan de blinde om op peil te blijven. Ik heb max 3-15 gehad. Ik ben geëindigd op 2-18. Nou, ik ben dik tevreden. En morgen is gewoon weer een nieuwe dag, kan weer van alles gebeuren. Eerste dag dat je speelde hier, lekker gespeeld. Ik geloof een stack van 50.000 ongeveer, eindigt die mee? Ja, zoiets. Maar ik heb nog niet, ik speel nog niet mijn top. Ik heb eigenlijk... Vroeg je toen straks al tussendoor van, heb je dat België gevoeld? Toen zei je nee. Wat dan? Nou, toen las ik alles, zeg maar. En nu, na België heb ik eigenlijk helemaal niet meer zoveel gespeeld. Ben ik heel druk geweest met de zaak en weet ik veel wat allemaal. Poker Info dat door Everest is overgenomen. Ja, en nu moet ik er weer in zien te komen. Maar ik vind wel dat ik... Ja, je moet er weer in zien te komen. Je zit aan de finale tafel. Ja, daarom. Dus het gaat supergoed. Is hoop voor de toekomst. Ja. Ik moet zeggen, gisteren zat ik de eerste paar uur te spelen. Ik dacht echt van, wat is er gebeurd? Het niveau is zo hoog geworden. Maar goed, toen kreeg ik een paar handjes en... Is een groot verschil? Flopte ik een kareetje. Nou... ik denk in ieder geval met België toen? Ja, met afgelopen jaar het niveau is echt wel omhoog gegaan. Het wordt nu ook heel anders gespeeld. Ook, het wordt dus heel agressief, maar aan de andere kant ook weer heel passief. Er wordt wel behind gecheckt als je A's hebt gehit en weet ik veel wat allemaal. Dus het is gewoon, ik vind het interessant, ik vind het leuk. Voor een openingstoernooi waar eigenlijk meestal veel regulars ook van het Holland Casino zijn. Maar we zien een Riverman NL, een Gigi Prodigy, veel grote internetspelers die hier ook naartoe komen. Ja, is toch leuk. Nou ja, morgen gaan we knallen. Seed, welke? 5. Seed 5. Even kijken, we hebben hier het lijstje. Als we